Wat zou ik vandaag eens met mijn geld doen? Ik weet het al. Laten kijken of er een nieuwe knokker in de store te koop is in Brawl Stars. Want ik heb namelijk bijna alle knokkers al, maar ik heb er nog 3 niet. 2 legendarische en deze knokker Tara, die natuurlijk best wel prima is. Maar Leon is natuurlijk ook wel een hele goede knokker. En dat is volgens mij de allerbeste knokker in het spel. In ieder geval, dat hoor ik iedereen zeggen. Dus wat we nu gaan doen, is naar de winkel gaan en... Oh, daar is die hoor, Leon. Natuurlijk wist ik al dat hij in de store was, maar what the fuck, we kunnen hem gewoon kopen. Want ik heb echt precies genoeg edelstenen. Ik heb de laatste tijd best wel vaak aanbiedingen gekocht. Maar die edelstenen heb ik zeg maar een beetje bewaard voor dit soort dingen, om dit te kunnen kopen. Want op dit moment is dus Leon te koop voor 549 edelstenen. En hoeveel betaal je daar normaal voor qua geld? Even kijken. Yo, dat is vet veel geld, man. What the fuck? Oké, ja, dit kost echt heel veel geld. Voor 22 euro heb je 630. Dus ik denk dat deze Leon ongeveer 30 euro kost om te kopen gewoon. Met alleen edelstenen. Nou, ik ga het wel gewoon doen. Want ik wil gewoon heel graag deze knokkenprijs spelen. Het liefst wil ik ze allemaal krijgen. In de loop van de tijd gaat dat ook wel gebeuren. Dus dat gaat echt zo nice worden. En als jullie trouwens ook zin hebben in deze video, smash op dat duimpje omhoog. Weet je, zouden we hier de 2000 likes kunnen halen? Dit is wel een speciale video. Ik ga vandaag de ziekste knokker alle tijden kopen. 2000 likes zou super awesome zijn. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Maar 3, 2, 1. Ik ga hem kopen. Let's go! Ziek nice. Mijn tweede legendarische knokker is nu een 5. Holy shit, dat is echt zo beast. Al mijn edelstenen zijn wel meteen weg. Maar ik ben erg benieuwd hoe die speelt. Oh, nice, wat nice, wat nice. Hij heeft trouwens geen skins op dit moment. Maar oh, ik ben zo benieuwd hoe die speelt. Ik hoor altijd van iedereen dat hij ziek overpowered is. Dus dat moet daar wel zijn dat dat ook het geval is. Laten we eerst maar gewoon lekker even een potje solo doen. Gewoon lekker solo, showdown. Eventjes kijken wat hij is. Ik weet trouwens wel wat zijn super is. Dat is namelijk dat hij onzichtbaar voor een tijdje is. Maar ik weet niet precies hoe lang dat is. Hoe lang die nou beschikbaar is? Oh, daar moet ik even uitkijken. Want daar is iemand. Ik zal even hier wat is doen. Dan krijg ik namelijk wel langzaam mijn super erbij op deze manier. Ik kan daar even wat is doen. Ja, oh, ik moet hier nog wel uitkijken. Misschien dat ik hier even een kill kan maken. Oh, nice. Hij is bijna dood. Die krijg ik ook killen. Hoppatee. Dan heb ik mijn 2-2 krachtkubussen erbij. Dus dat is chill. En ik ben halverwege mijn super. Oh, ik wil echt graag onzichtbaar worden, joh. Ik ben erg benieuwd wat hij dan precies doet. Oké, nee, hier zit niemand in de bosjes. Even die checken nog. Altijd even checken of er iemand in de bosjes zit. Oh, daar is iemand. Kijken of we die kunnen killen. Dat zou nice zijn. Come on. Oké, ik doe wel wat hits. Maar niet extreem veel. En ze doet ook wel damage bij mij. Dus dat is wel veel. Maar ik heb net wat langere range. Dus dat is wel chill. Of zou ik het gewoon laten? Oh, ik moet nu trouwens wel uitkijken. Oh, shit. Oh, ik kan bijna killen. Oh, shit. Ik had er bijna dood. Ik kon net mijn super inzetten. En dan ga ik zelf dood. Oké, dat is fucked up. Oké, maar het eerste potje met 50 worden. Niet heel slecht. Ook niet heel goed. Het is natuurlijk het eerste potje met Leon. Dus in principe maakt dat niet heel veel uit. Oh, ik ben echt zo hyped over hem, jongen. Maar oké, we gaan nog een potje spelen. Ik wil mijn super gewoon in kunnen zetten. Dus ik ga sowieso net zo lang door. Totdat ik voor het eerst mijn super kan inzetten. Ik kon hem net al inzetten. Maar ja, toen ging ik echt net dood. Dus dat is een beetje fucked up. Hier even deze kubus openen. Dat gaat trouwens ook wel lekker vlot. Die kubus openen. Je hebt 4 keer moet je aanvallen. En dan kan je hem openen. Ik zal hier even die proberen te killen. Of in ieder geval zorgen dat hij weggaat, zodat ik deze mooi kan openen. Dankjewel voor het helpen. Gaan we die nog even openen. Wat gaat hij doen? Oké, ja, dankjewel. Dan ga ik jou nu killen, als dat mogelijk is. Mag ik jou killen? Dankjewel. Dan moet ik natuurlijk deze krachtkubus hier niet vergeten. Ik ben de laatste tijd wel echt veel beter geworden in Brawl Stars. Ik weet niet of jullie... Ja, dit is natuurlijk de eerste keer dat ik met de knokker speel. Maar ik speel de laatste tijd echt gigantisch veel. Want ik zit momenteel op 3500 trofeeën of zo. Dat is echt vet veel meer. Maar ik kan nu trouwens mijn special inzetten. Ik ga hem inzetten. Oké, daar is dus de tijd. Hoe lang die onzichtbaar is. Oké, hier. Bam, 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 bam. Oh, die special is zo overpowered. Oké, ik snap waarom iedereen dat zegt. En daar zit iemand nog in de bosjes. Jongen, ik had je wel gezien daar, hoor. Ik hoop dat ik zo weer mijn special kan inzetten. Oké, ik kan weer mijn special inzetten. Zou ik hem nu zo inzetten? Weet je wat? Ik ga eerst even hier. Want ik zie dat hier nog van die dozen liggen. En daar ligt ook gewoon een krachtkubus. Oh, die kerel probeert. Ah, oké. Ga weg, ga weg, ga weg. Ah, help! Help, help. Oké, dit is een beetje fucked up. Zou ik mijn super inzetten? Ik doe mijn super.
Oké, hij heeft mij volgens mij nog niet door. Oh, nu moet ik uitkijken. Oh shit, oké, ik ben niet meer onzichtbaar. Dat is natuurlijk wel uitkijken, want je bent een tijdje onzichtbaar, maar een tijdje word je weer zichtbaar. Maar wat is hij ziek overpowered? Maar ik weet niet of ik van die Shelly ga winnen. Want die is wel echt, die heeft gewoon 11 krachtkubussen, dus die is echt super sterk. Zit hier iemand in de bosjes? Nope. Waar zit die andere in de bosjes dan? Oh shit, daar is die andere. Ga alsjeblieft jullie twee het even uitvechten. Dat zou even een stuk chiller zijn. Dat wij even mooi damage kunnen doen op die Shelly. Want die Shelly die moet sowieso dood. Van die andere kan ik misschien nog wel winnen. Dat is het een beetje, zeg maar. Oké, ik moet hier nu uitkijken. Oh, help! Help, 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 help. Help! Oké, daar heb ik wat damage kunnen doen. Come on, beter maken jullie elkaar bijna dood. En dan kom ik om de hoek. Oké, nice, nice. Ik maak mezelf even onzichtbaar. Oh shit, hoezo konden ze mij zien? Of als je eenmaal hebt begint, dat je dan Leon kan zien, ik weet niet. We zijn in ieder geval tweede geworden en hij is niet overpowered. Holy shit, ik ben ook helemaal hyped, jongen. Ik was al hyped eigenlijk voordat ik hem kocht, omdat ik gewoon wist hoe ziekelijk nice die was. Maar ik ben nu nog behypter. Holy shit, het is echt baas. Oké, we gaan even edelstenen graai doen. Want daar kan ik nog zo'n sterpunt verdienen en dan kunnen we een kist openen. En trouwens, ik laat wel even zien hoe groot de kans is op een legendarische knokker uit zo'n kist. Dat kan je namelijk zien in de store. Dan kan je hier namelijk op ietsje drukken. En je ziet hier legendarische knokker. De kans dat je die krijgt uit de kist is 0,06%. Dus 1 op de ongeveer 20.000 kisten is de kans dat je een legendarische knokker krijgt uit een kist, zeg ik, uit een doos in Brawl Stars. Je hebt ook een zeldzame knokker. De kans is 2%, dus dat is 1 op de 50 dozen ongeveer. Een mysterische knokker, dat is iets grotere kans. Nou, iets groter als 1 op de 20.000. Die is 1 op de... hoeveel? Op 1 op 1000, 1 op 2000. Ik weet niet precies. In ieder geval, de kans dat je zulke knokkers krijgt uit dozen is super, super, super klein. Maar die legendarische knokker is echt bizar. Je moet echt 10.000 kisten openen, wil je er eentje krijgen. Dat is echt heel bizar. Maar we gaan even edelstenen graai doen. Ik ga wel even wat clangenoten uitnodigen. Die vinden het altijd wel, of clubgenoten ga ik uitnodigen. Die vinden het altijd wel leuk om samen te spelen. Nou, ondertussen ben ik met twee clubgenoten. We gaan edelstenen graai doen. Ik ben erg benieuwd. Ik hoop echt dat we gaan winnen. Dat zou wel nice zijn. Ik denk dat we nu wel een prima team zijn. En ik denk dat Leon in principe op elke, zeg maar, elke game mode, ik denk dat hij elke game mode goed kan functioneren. Weet ik natuurlijk niet helemaal zeker. En trouwens, er zijn ook allemaal nieuwe dingen veranderd. Dus dat is op zich wel nice. Oeh, ik ben nu trouwens al bijna dood. Eventjes uitkijken hier. Zorgen dat ik weer wat levens erbij krijg. En dan kunnen we daar even wat damage doen. Zorgen dat ik hopelijk zo meteen mijn special in kan zetten. Come on! Yes, daar is de kill. Oh, nu moet ik uitkijken. Ja, ik dacht al, daar ging ik dood. Dat zag ik al aankomen. Ik zag in één keer mijn levens knijteruit naar beneden gaan. Daar is trouwens ook nog een teamgenoot dood. Dus dat is een beetje top. Even kijken. Oh, what the fuck. Ik vind die Dynamite altijd zo irritant om tegen te spelen. Oh, nu moet ik uitkijken hier, want ik ben alweer bijna dood. Ik wil mijn special zo meteen een keertje in kunnen zetten, man. Oh, shit. Ja, oké, shit. Die special was ook wel goed getimed van hem. Maar gelukkig doen mijn teamgenoten wel redelijk goed. Dus dat scheelt weer. Ik moet wel eventjes wennen met Leo, man. Ik wil die kerel. Die Dynamite is echt schijt irritant, dus die moet echt dood. En die gaat nu ook dood. Yes, die gaat nu ook dood. Nice, en daar kan ik nog een kill maken. Yes, ik zal even deze pakken. Daar staan we nu dik voor. Dus dat is chill. Ik kan zo meteen wel even mijn special zetten. En dan proberen die Dynamite in te killen. Ik ga nu proberen die Dynamite te killen. Dynamite, Dynamite. Jappatee. Kijk, zo doe je die shit. Ik zal nog een keer mijn special inzetten. En dan gaan we oh, wie zou ik gaan proberen? Ah, weet je, ik laat maar. Die special had niet heel veel nut daar. Maar oh, zo overpowered. Dus ik ben echt blij dat ik hem heb. Oké, je moet eventjes wennen in edelstenen graai. Maar het gaat ook meteen lekker. Gewonnen! 6 trofeeën erbij. Ik denk dat ik Leon echt super veel ga gebruiken. Sowieso. Ik wil nog wel één potje doen. Dan wordt dat wel het laatste potje van deze video. Dan sluit ik hierna ook af. Maar dan hoop ik dat we deze ook nog eventjes kunnen winnen. Dat zou mooi zijn. Let's go. En oké, nice. Meteen twee edelstenen. Dat is altijd wel een beetje mazzel hebben als de edelstenen, zeg maar, aan jouw kant spawnen. Die keer wel even killen. Oh shit. Ik dacht, die heb ik wel. Want Poco is natuurlijk ook niet de sterkste knokker. Maar dat onderschat ik een beetje. Ik had niet... Ja, je hebt natuurlijk niet heel veel levens. Dat is het een beetje. Come on. Oké, nice. Nu heb ik hem wel dood. Dat is wel beter. Oeh, nu moet ik even uitkijken, want ik ben bijna dood. Help, 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 help.
Ik kan mijn special wel inzetten. Dus als je... Oké, dit is trouwens ook wel handig. Zal ik mijn special even inzetten. Is hier achter ergens iemand? Ja, hier. Kom op, kom op, kom op, kom op. Ik zal die daar even kapot maken. Dan is toch Jill meegenomen. Dan is in ieder geval die verdediging daar weg. En Paco bijna dood. Dus dat is ook nice. Je moet gewoon iets rustig spelen. Ik speelde gewoon in het begin net iets te aanvallend. Waardoor je best wel snel doodgaat. Want je hebt natuurlijk niet al te veel levens. Ik zal daar even hits doen. Ze zijn bijna dood daar al. Oeh, Paco. Ga weg, jongen. Ga weg, Paco. Ga weg, Paco. Ga weg, Paco. Shit. Oké, maar ik denk dat ik hem nog wel kan killen. Want ik ben nu alweer levend. Come on. Ja, inderdaad. Hij is dood. Dan gaan we even deze killen. Die kan ik ook wel killen, denk ik. Ik zal even mijn special inzetten. Dan gaan we hier deze kant aanvallen. Ja, en dan is hij ook dood. En dan gaan we dit makkelijk weer winnen, dit potje. Lekker uit. Nice, oké, dit gaat echt heel lekker. Kan ik die keer ook nog killen? Nou, net niet. Je doet niet extreem veel damage met die dingen. Ja, alleen van dichtbij, want je mist ook wel redelijk veel omdat het in een soort van cirkel gaat. Maar weer een potje gewonnen, dus dat is hartstikke lekker. Oh, hij speelt echt zo baas. Dat is echt niet normaal. Ik denk dat ik gewoon lekker veel omhoog ga qua trofeeën op deze manier. We zitten momenteel ook alweer bijna op de 3600. En dan krijg je best wel een dikke boost. Namelijk 600 keer 2 van die dingen. Dat gaat best wel snel. En vanaf dan krijgen we ook 180 seizoensbeloning. In plaats 140 wat ik nu krijg. Dus dat is natuurlijk ook chill meegenomen. En we gaan natuurlijk deze doos nog even openen. Voordat ik het vergeet. Want die, daar ging het natuurlijk om. Dat we edelstenen graag gingen doen. We krijgen niet heel veel speciale dingen. Al kan ik Daryl nu wel upgraden. En we krijgen nog 5 edelstenen bij. Dat is wel chill meegenomen, want ik heb er al heel veel uitgegeven. Dat is echt niet normaal. Maar dan bedank jullie voor het kijken. Vergeet allemaal niet dat duimpje omhoog natuurlijk achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tot slot nog mijn mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later wachten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!